Ik had al gezien op foto, hè. Dus omdat je gezegd hebt, je gaat 40 jaar jonger zijn. Ja. Rick, dikke proficiat, na Herentals ook een standbeeld, een borstbeeld hier in Grobbendonk. Wat zegt jou dat vandaag? Ja, wat me dat vandaag zegt, dat ik eerlijk moet zijn. Ik had dat niet verwacht, hè, dat zou toch na een jaar of twee jaar bezig. En dan zegt, ja, dat gaat er mee van komen. Maar wel, dat pakt me meer aan mijn hart gelijk als in Herentals. Hè. Dat in Herentals ook proficiat, hè, dat was ook machtig. Maar ja, deze geeft me toch... Rick, de jaren dat je in Grobbendonk woonde, vertel ons heel even kort van. Ja, dat is weinig van te vertellen. Alleen naar school geweest tot 14 jaar. We waren met de gezette rondgereden. En dan, ja, heb ik eruit, wielrenner geworden. Ik ben keer de kampioen van België. Dat was in Grobbendonk, zo dus, met mijn moeder. Hè. Ik heb die foto op de kast staan. Dat mijn moeder in een open wagen, dat wij in Grobbendonk rondrijden. Ik zeg, dat blijft altijd. Dat kun je nooit wegvegen, hè, van waar je komt. Wegwerken, van waar je komt. Dus, nee. Ik kom van Grobbendonk. Dan, jij komt toch vaak terug hier naar Grobbendonk, even fietsen, even goeiendag zeggen? Of wat? Wat was uw bedoeling? Als ik terug, mijn bedoeling? Ik denk dat ik hier met een auto moet komen, de volgende jaar, om aan het fietsen. Ik denk niet dat ik er gewoon van komen. Rick, nog eventjes toch de mooiste herinneringen van heel je carrière, van die 500 en meer overwinningen. Dat is een moeilijke vraag, dat heb je vorige interview ook verteld, maar intens dat je zegt vandaag, 2021, die jaren 60, wat sprak jou het meeste aan dat je zegt, hé, potverdorie, de mooiste overwinning of het meest emotionele? Ik denk het emotionele, hè, dat zeg ik mij nog niet lang. Een maand of vijf verloren, dat is mijn vrouw. Ah, ja. Dat is mijn grootste overwinning geweest. Ja, ja. Dat we 66 jaar getrouwd geweest zijn. En dat vind ik een prestatie. Ja, zeker fantastisch. Rick, hartelijk bedankt nog eens. Hartelijk gefeliciteerd. Dan gaan we eventjes naar een van de sponsoren, de familie De Voogd, Marcel. Ja. Vertel eens eventjes, wat betekent Rick van Looy voor jou? Enorm veel, maar het was ook mijn vader, dat ex-wielrenner was onder de oorlog. Altijd een grote supporter geweest en van kleins af aan heb ik dat meegemaakt, die carrière. En dan, dat boeide ons en wij zijn altijd supporter van de Rick. En samen met ons van Mille staan we erachter. En dat is de reden waarom dat wij dat ook gedaan hebben. Dus ons hart ligt bij het wielrennen. Ja, het is een stuk geschiedenis in Grobbendonk dat nu voor de komende generaties vast ligt, toch? Inderdaad, het is ook de bedoeling dat onze kinderen, de kleinkinderen, dat die als een wandeling maken in Grobbendonk, dat die eens kunnen zien dat de familie ook nog iets gesponsord heeft voor Rick van Looy. Dat is ook voor de toekomst. Fantastisch. Marcel, en dan de 27e juni de grote prijs Rick van Looy. Dat is ook weer een hele organisatie. Jullie zijn daar ook hoofdsponsor van. Ja. Dat gaat heel vlot gaan, dacht ik. Hè? Het is wel een beetje moeilijke tijden met dat COVID gebeuren. Ik vind dat een fantastisch idee en wij steunen dat nog altijd. We zijn een van de eerste sponsors, hoofdsponsors. En dat is met hart en ziel dat we dat doen. En we blijven dat doen en we hopen zeker en vast dat het een heel mooie toekomst heeft. En dat we misschien nog een stapje hoger gaan in de toekomst. Fantastisch. Marcel De Voogd, dikke proficiat. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Luc De Voogd, sponsor van het borstbeeld van Rick van Looy hier in Grobbendonk. Luc, wat een heugelijke dag. Wat zegt Rick van Looy jou, heel je leven? Rick is een voorbeeld voor iedereen. Rick is een kampioen en dat is hij heel zijn leven geweest en is hij nog altijd. Hij is de man die heeft kunnen bevestigen, want er zijn veel wereldkampioenen geweest die niet hebben kunnen bevestigen. En Rick heeft gezegd, wereldkampioen worden is één, maar wereldkampioen blijven is twee. En dat heeft hij exact 60 jaar geleden in Bern gerealiseerd, heeft bevestigd. En Rick zegt, kijk niet aan een ander, kijk naar jezelf. Overwin eerst jezelf en overwin dan je tegenstrevers. En dat is een hele inspiratie
voor mij, voor mijn familie. En vandaar het eerbetoon aan Rick, de grote kampioen, afkomstig uit Grobbenham. Luc, in je speech sprak je ook over Napoleon Bonaparte. Dat heeft toch ook die naam keizer van Herentals. Maar Rick toch ook accentueert zijn liefde voor zijn geboortedorp. Absoluut. Napoleon Bonaparte heeft gezegd, ze zullen mij niet herinneren omwille van mijn 50 overwinningen, maar over hetgeen die ik achterlaat. Dat was onder andere zijn Codex Napoleon, het burgerlijk wetboek. En hetzelfde kunt u de vergelijking kunt u verder trekken met Rick. Rick is keizer, keizer van Herentals, keizer van de wereld, wereldkampioen geweest. Maar wat hij nalaat is zijn gedachtegoed. De inspiratie voor alle jonge renners, zijn wielerschool. En daarom is Rick een groot kampioen en dat we het hem op deze manier kunnen eren met dit standbeeld.